Zo, goedemorgen allemaal. Nou ja, goedemorgen hangt natuurlijk een beetje af van de tijd dat ik dit post, maar voor mij is het nu ochtend. En ik zit hier met de Fujifilm X-H2 en dat had u natuurlijk al lang kunnen zien, want ja, het action breekt hier uit. Dus jullie hadden lang kunnen zien dat dit X-H2 is. En waarschijnlijk ook vanuit de titel van deze video. Maar goed, deze camera heeft de mogelijkheid voor de Pixel Shift technologie. En dat betekent dat je hiermee foto's kan gaan maken die ja, tussen de 150 en 160 megapixel groot zijn. En komende weekend moet ik een demo geven bij Cameraland over onder andere macrofotografie voor Fujifilm. Dus vandaar ik ook de macrolens erop zitten. Ik moest wat demo materiaal nog even extra maken. Dus denk ik gelijk een hele mooie kans om dit even te gaan testen. En om te kijken of dit nu een echt toegevoegde waarde is. Of dat het een hupepup Fujifilm party truc is. Een veelgestelde vraag die ik krijg als ik filmpjes gepost heb met natuurfotografie is van: Ferry, waar heb je foto's genomen of opgenomen? En heel vaak zeg ik gewoon, ja, bij de Amsterdamse waterlijnduinen, bij de ingang van de Zilk, gewoon bij de ingang. En sommige mensen zeggen, ja, nog steeds, maar waar dan? Nou, geheimpje, vaak ga ik hierin. Dit stukje hier al. En de ingang zit letterlijk en figuurlijk. Daar is de ingang. Dus gewoon ingang pakken. En hier zo rechtsweg inlopen en dan vind je altijd wel wat moois. Vaak ga ik net eerst heel veel over dat je ja, buiten zicht bent van het pad bent en dan dat. Ik ga ook even een paar landschapsplaatjes schieten, alleen met zo'n macrolens. Is dat best een uitdaging, want je moet wat in de verte pakken. Dus ik heb nu maar dat boompje daar gepakt. Dat is wel best een leuk plaatje. Ja, ik weet, ik ben geen natuurfotograaf, maar je hebt altijd ruimte om te leren. En iets wat heel belangrijk is met die Pixel Shift is dat je onderwerp stilstaat. En ondanks het lijkt of dit, ik kan zien dat spinnenwebbetje daar heel erg stil blijft zitten, stiekem beweeg je toch best erg. Ik zal het even laten zien. Als ik hem zo pak en ik zal hem even terugzetten naar Pixel Shift. Dan zie je dat hij toch stiekem best wat beweegt. Dus helaas niet mogelijk op Pixel Shift dit shot. Dus maar even normaal gedaan. Kan natuurlijk ook altijd nog gewoon, hè. Trucje geleerd van Bob was dan net hier zo het zonnetje opkomt. Als ik een beeld daar. Als dan het zonnetje zo erop komt, mooi erin schijnt. Dus ik wil dat even proberen een beetje goed op te krijgen. En ja, Bob, je hoort het. Ik probeer goed je trucjes allemaal na te doen en te oefenen. Maar het is nog een heel ding. Ik had net even een lichtelijk stressmomentje. Ik keek naar mijn camera en ik dacht van, ik ben een microfoon verloren. Even vergeten dat ik met mijn andere camera filmde die ik in mijn hand had. En terwijl ik dus die opmerking maakte over mijn microfoon, zag ik hoe mooi dat zonnetje, dat boompje is. Gelijk maar een shotje maken. Zo, als jullie nu aan mij kunnen zien, begint het ochtendzonnetje aardig fel te worden. Dus ik denk dat voor de ochtend het mistshot een beetje klaar begint te worden op dit moment. Dus ik denk nu maar even op paddenstoelenjacht. Ik denk dat we mooie shots kunnen opleveren. En die zet ik ook steeds vaker bij me in mijn tas. Is dit gewoon een kleine PAVO-tube. Dit is de PAVO-tube 26C. Gewoon een kleintje. En ik heb bijvoorbeeld hier het hele kleine paddenstoeltje hier. En met dat tegenlicht komt hij dit niet helemaal mooi uit. Maar als je er een klein beetje bij schijnt, dan zorg je net voor dat je iets meer detaillering in de paddenstoel houdt. Zo, ik ben nu een klein anderhalf uur op pad. En ik moet zeggen, natuurfotografie, ik ken een aantal vrienden van me die kunnen de meest mooie foto's maken en een aantal keer op pad geweest. En ik vind het heel ontspannend en heel erg leuk om te doen.
Maar of nou ook 100% mijn ding is voor altijd, ik denk niet dat ik er mijn werk van zou moeten gaan maken. En wat me ook opvalt, en het zal misschien ook zijn voor mensen die inderdaad met portretfotografie of wat dan ook aan de gang gaan. Je kan alle spullen ervoor hebben, maar de foto's maken, dat blijft toch nog een hele uitdaging. Ik ben nu aan de gang met inderdaad de 80mm macro en de XR2, wat een ultiem setje moet zijn voor een heleboel landschaps- en natuurfotograaf, denk ik. Voor mezelf vind ik toch nog best knap lastig om echt de ultieme plaatjes uit te halen. Dat komt waarschijnlijk omdat ik gewoon niet genoeg ervaring erin heb en inderdaad misschien niet zoveel passie heb als sommige van mijn collega-fotografen. Maar klein tip erin, laat dat je nooit tegenhouden. Vooral als je er wel heel erg passie voor hebt, ga gewoon doen. Natuurlijk de eerste 10, 20, 30, half jaar, 10 jaar zou je misschien niet hetzelfde kunnen maken als wat degene maken die het iedere dag doen, altijd op het juiste puntje staan en dat soort dingen. Je moet gewoon uren maken. En het is, andere kant, of ik nou moet kiezen tussen nu hier zitten of best op kantoor, is de keuze snel gemaakt. Zo, het licht begint nu echt wat minder te worden, dus ik denk dat het mooi tijd wordt om naar de studio te gaan om de resultaten te bekijken of het ook echt wat geworden is. Ik ben even aan het experimenteren geweest en zoals eerder gezegd, ik ben van huis uit gewoon geen landschapsfotograaf of natuurfotograaf. Maar ik vind het wel leuk om nieuwe dingen te leren en te doen. Dus daar was dit echt wel een top exercitie voor, om het zo maar te zeggen. En voordat we helemaal doorgaan naar de studio, natuurlijk nog even belangrijk, als je het nou interessant vindt, geef een duimpje omhoog beneden. En ken je andere mensen waar deze video ook handig voor is, delen wordt altijd gewaardeerd. En mocht je vragen hebben, laat ze onderin weten. En ik heb ook even alle linkjes geplaatst van de dingen die ik gebruik in deze video. Maar nu snel door naar de studio. Zoals jullie kunnen zien zijn we weer terug in de studio. En ik heb thuis alvast even het een en ander aan bestanden klaargemaakt. Maar ik wil toch even laten zien hoe dit werkt. Ik heb hier het Fujifilm Pixel Shift Combiner programma. Dit kan je gratis downloaden vanaf de website. Ik zal even kijken of ik hier onderin even een linkje kan plaatsen. En wat ik nu kan doen, ik kan nu zeggen Resisted Jobs. En ik heb hier even het kaartje staan. En laat ik gewoon even een selectietje maken. Ik ga gewoon even random een aantal foto's selecteren. Nu zie je hier onderin een aantal opties. Je hebt kiezen High Resolution plus Accurate Color of alleen Accurate Color. En dit bepaalt dus hoe je dus gaat samenvoegen. Wil je het hoge resolutie er bestanden van maken of wil je hem samenvoegen met accurate kleur? Nou, ik doe nu gewoon High Resolution en Accurate Color. Ik doe open en nu gaat hij kijken welke setjes horen bij elkaar. Want ik heb ook gewoon een aantal foto's losgeschoten zonder de Pixel Shift. Die gaat hij in dit geval niet samenvoegen, want dan zou je het aankomen. Dus het feit dat hij dus zelf gaat kijken van wat zijn de bijbehorende sets. Nou, die heeft hij hier iemand staan. Er zijn 32 sets zijn het. En ik doe het nu even direct van het kaartje af. Wat ik van de week gedaan heb, is eerst alle foto's. Ik heb eigenlijk eerst een sessie aangemaakt in Capture One. En ik heb alle foto's in de Capture One folder gedaan. En vervolgens hier aangevinkt Save onto same folder as source. Maar die kan je ook losklikken en dan kan je zelf bepalen van waar wil je dat de samengeperste foto's komen staan. Maar ik doe nu gewoon even zo. En nu ga ik op run drukken en nu gaat hij dus alle foto's samenvoegen. En heel eerlijk, ik heb verschillende manieren getest. Dit duurt best wel een tijdje. En je merkt ook hoe snel hoeveel foto's je maakt. Want iedere foto gaat keer 20. Dus ik had de eerste dag dat ik getest had, had ik ongeveer 125 foto's met Pixel Shift gemaakt. Dat betekent inderdaad 2.540 megapixel foto's. Daar is hij al even bezig. Nu zie je dat hij de eerste samengevoegd heeft en dan zegt hij completed en daarachter staat defect detected. Dit gebeurt best snel. Voor landschapsfotografie, of dit de beste is, ik weet niet. En wat viel me bijvoorbeeld op met foto's met mist? Die mist lijkt voor ons ogen stil te staan, maar als je 20 foto's achter elkaar afspeelt,
Ja, dan zie je dat best snel die mist beweegt. En dat zie deze dus al als een fout. En hoe het goed de fout gaat, ga ik even laten zien in Capture One. Want soms doet dit ook gewoon goed als het echt goed stil stond. Ik heb hier even het normale rolbestand. En dit is een samenvoegde. En dan kan je dus zien dat het echt misgegaan is. Dat het een klein beetje beweegt, gaat het mis. Maar ja, je hebt altijd nog een 40 megapixel rolbestand ook over. En ik heb hier bijvoorbeeld ook een bestand. Ja, je zou het niet zeggen als je hem zo groot bekijkt. Maar als je hem echt in gaat zoomen. En duurt dat even twee tellen voordat hij hem laat. Want het zijn ja, zware bestanden onder deze computer dat kan hebben. Kan je gezien dat hij gewoon kleine fijne foutjes krijgt. Omdat hij net iets bewogen is. En ja, het is best een foutgevoelig iets. Maar op het moment dat het wel goed gaat. Zoals bij deze. Ja, dan hou je wel super mooi detail en super mooie foto's over. En het duurt al twee tellen voordat hij hem geladen heeft. Maar als je kijkt hoeveel er gewoon in zit. Ja, ik vind dat zelf erg mooi. En voor de studiofotografen kan je met de software nog iets doen. En dat is namelijk direct tethering schieten via de software. En dan gaat hij automatisch samenvoegen. Dus ik zet even hier aan op. Tethering on. Ik heb hier een kleine mooie demo-opstelling gemaakt. Morgen bij Cameraland ga ik hier nog leukere dingen mee doen. Maar dan moet je morgen naar Cameraland komen. Misschien ga ik later ook een video van maken wat ik ermee doe. Ik heb hier mijn camera-instellingen. Inderdaad, High Resolution plus Accurate Color. En wat ik nu even ga doen is gewoon op shoot drukken. En even overal vanaf blijven. Hij maakt nu de foto's. En hij zet ze gelijk in de wachtrij neer. Laat ik die gelijk op run doen. En nu gaat hij automatisch ook de foto's importeren en in Capture One neerzetten als inderdaad de combinatie variant. Nou, ik heb hier even de twee bestanden naast elkaar zijn. Links zie je dus het bijna 160 megapixel bestand en rechts de normale. Dan zie je dat je een stuk meer kan inkroppen, om het zo maar te zeggen. En ook zie je dat, als ik hem even andere erbij zet, dat hij een iets andere beeldverhouding heeft, omdat hij iets heen en weer gaat. Het is minuscuul hoor, daar niet van, maar hij heeft het wel. En ja, het geeft gewoon, je ziet ook als je naar kijkt naar de kleur, gewoon een stukje meer kleurdiepte erin. En als je in de studio werkt, je kan zo werken, dan haal je wel de beste resultaten eruit. Wat ook een voordeel is, omdat het een DNG bestand is, als ik even Command-Tab doe. En je gaat naar de curves. Je kan nog steeds achteraf een ander kleurprofiel. Dus alle Fujifilm kleurprofielen kan je gewoon aanpassen nog achteraf. Dat is wel heel erg fijn. En nu mijn mening erover. Is dat een partytruc of heb je er ook echt wat aan? En voor natuurfotografie met dingen die bewegen, ja, kan het af en toe vrij nauw aankomen. Met de paddenstoel ging het over het algemeen erg goed in de detailshots. Met landschappen gaat iets minder, omdat soms, ook al zie je het niet, er toch best wel wat kan bewegen. Bijvoorbeeld mist die voorbij gaat. Dat zie je toch met 20 frames achter elkaar opeens dat dat beweegt. Maar als jij inderdaad studio- en productfotografie doet en je wil echt bestanden van hele hoge kwaliteit qua kleur en resolutie afleveren, ja, dan zit echt wel een techniek die supergoed voor je kan werken. En als je ook kan bedenken dat, dan je hebt ook Conculega middelformaatsystemen die er kunnen en dan betaal je, ja, tegen de ton aan voor een systeem, laat ik het gewoon maar zo eerlijk zeggen, als je bijvoorbeeld van Phase One neemt. En als je dan denkt dat je dit, ja, even afgerond voor een 3000 euro klaar bent en ik kan dit soort bestanden afleveren, dan vind ik het wel heel erg knap. Dus dit zal absoluut niet voor iedereen zijn, maar de vergenen die echt gewoon, ja, high-end productfotografie doen, detailshots, ik denk dat die hier wel heel erg gelukkig van geworden. Ik hoop dat jullie een leuke en informatieve video vonden. Als zo is, geef een duimpje omhoog hier beneden. Mocht je vragen hebben, laat hier beneden weten. Ik heb ook alle linkjes van de dingen die ik gebruikt heb hier onderin neergezet. En als je toch beneden bent, druk gelijk even op abonneren. Heb je geen zin om naar beneden te scrollen, klik hier te abonneren. En hier voor video's die ik eerder gemaakt heb. En misschien morgen bij Cameraland. En mocht je deze video later bekeken hebben, tot de volgende video. Hoi hoi.